Ik kom best wel vaak mensen tegen die dan zeggen: ja, maar we zijn er toch eigenlijk al? In Nederland hebben we toch alles al bereikt? Nou ja, dat is dus niet zo. Moeder, ik doe dit voor mijn zus, Ja, ik doe ja, dit voor ja. mijn vrouw, ik doe dit voor mijn Ja, dochter. ja. Nee, je doet het ook voor jezelf. Want een sterke samenleving bouw je samen en je hebt daar iedereen voor nodig, mannen en vrouwen. Dus agenderen is een heel belangrijke strategie, denk ik. Maar ik denk ook samenwerken. En daar is ook weer het NPI een mooi voorbeeld van. Democratie is er voor iedereen, gelijke kansen voor iedereen, ongeacht wat dan ook. En als je weet dat vrouwen zoveel minder posities hebben gekozen in de wereld, dan is de conclusie: je bent geen democraat als je niet ook een feminist bent. Maar we merken wel natuurlijk ook in de politieke arena dat het onderling ook nog niet altijd heel prettig loopt met opmerkingen over vrouwen. En ik ben het ook echt met jou eens dat we echt heel breed van links tot rechts samen een coalitie moeten vormen daartegen. En, Het is ook nog eens zo dat in veel arme landen het ontzettend duur is om de politiek in te gaan. De kosten van het politieke bedrijf zijn heel hoog. Die zijn in Nederland nou net weer heel laag. Je kunt vrij goedkoop als individu een campagne voeren. Als je gaat naar Kenia, dan kost je dat duizenden en duizenden euro's per maand. Want je moet uitdelen in de dorpjes. En En connecties. connecties hebben. Dus daar is het voor vrouwen nog eens extra moeilijk om erin te stappen. Alleen de vrouwen uit de elite, die al geld hebben, kunnen zich kandidaat stellen. Zo is het grofweg ongeveer gesteld. Dan praat je eigenlijk over beleidscoherentie. Dat is natuurlijk ook jargon, maar het is ongelooflijk belangrijk om dat te doen. Want wat er op het ene ministerie gebeurt, kan weer helemaal worden tegengewerkt op het andere ministerie. Dus nou ja, we hebben van de week nog gezien dat Nederland bijvoorbeeld in de top 4 staat van belastingontwijking. Ja, dat zijn natuurlijk ook voorbeelden, hè. Als we een eerlijke wereld willen, dan moeten we ook zorgen dat Nederland zelf bijdraagt aan die eerlijke wereld. Ja, ik hoor jou een paar keer zeggen naar En dan denk ik, ja, ik snap dat pleidooi. Want als je 2,2 miljard bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking, dan is er inderdaad straks geen geld meer om andere vrouwen in de rest van de wereld te helpen. Wat ik heel erg inspirerend vind en ook heel erg geruststellend vind, is dat in al die bewegingen mensen elkaar leren vast te houden. Dus we zijn niet meer een individu dat strijdt voor een eigen recht of op de bühne moet staan, maar op allerlei manieren doen we het samen. En ik denk dat daar ook de reden zit dat we dit uiteindelijk gaan winnen. Omdat we begrijpen dat het niet een uniek probleem is van de vrouw of van mensen met een migratieachtergrond of van de jongeren die strijden voor klimaat. We moeten dit samen doen. En dan gaan we af van die machtsverhoudingen van, ja, jij zei net, vaak oude witte mannen nog. En dat is wat we uiteindelijk willen doorbreken. En dan heb je representatie. En dan heb je ook een totaal ander gesprek dan we nu In mijn leven tientallen mensen meegemaakt die mij het onnodig moeilijk hebben gemaakt. Vooroordelen ontvangen, beledigingen, vernederingen, extra barrières die opgelegd waren. Dat je denkt, ik dacht dat ik bij de finish was en er kwamen nog meer aspecten. Maar ik heb voor mezelf ergens in mijn hoofd gepland: vooroordelen van een ander, of ik wel of niet iets kan, is jouw probleem. Ik heb best wel een tijdje gedacht, oh, dan, als ik dan dit doe en als ik dan zus doe. En op een gegeven moment dacht ik, dit is eigenlijk waanzin. Als jij vooroordelen hebt en mij niet ziet als mens en wat ik zou kunnen, ook als vrouwen met een andere achtergrond, jouw probleem. Ik ga mijn energie niet besteden aan jouw vooroordelen. Zoek hulp of iets dergelijks. Jij mist iets. Ik ga mijn aandacht en energie besteden aan mensen die daar wel in geloven. En mijn energie stoppen in mensen die kansen ook nodig hebben. Maar er is geen netwerk buiten die politiek om die kandidaten van verschillende politieke partijen ontvangt en helpt. En een soort mentorprogramma voor vrouwen onderling ook biedt. Ik denk nu hardop, maar ik denk dat we zeker vanuit Gender NPI kunnen nadenken hoe wij kunnen helpen om dat netwerk op te bouwen, zodat kandidaten van GroenLinks, D66, PvdA, VVD, die nog niet in het Haagse politiek en in de Tweede Kamer politiek bedrijven, hoe we die handvatten kunnen meegeven om zichzelf voor te bereiden om echt succesvol te zijn, om dat hoge verloop, waar we het ook over hebben gehad, van Kamerleden, met name bij vrouwen, om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. En ik denk dat Kirsten en ik de komende tijd ook na de verkiezingen weer lekker samen met elkaar gaan samenwerken. En ik heb er nu al zin in om Ja.
om hier wat van te maken. Ik denk inderdaad dat support heel belangrijk is. Dus daar praat ik zeker ook graag door over. Maar ook de zichtbaarheid, waar we het vandaag ook over hebben gehad. Ik denk dat dat ook een punt is waar we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. En laten we ook vooral dat podium delen met elkaar. Ik denk dat de politiek gaat heel vaak over tegenover elkaar staan. En ik zou graag zien dat de politiek iets vaker gaat over naast elkaar staan.